Wij zijn Wouter en Bob en wij willen de huisartsenzorg moderner en toekomstbestendig maken. Stel, je voelt je niet zo lekker en je wilt naar de huisarts. Op dit moment bel je de huisarts op en je hoopt dat je een afspraak kunt maken waarbij de huisarts kiest wanneer het hem of haar uitkomt. Waarom kun je in 2020 nog steeds niet kiezen wanneer en hoe het jou uitkomt om een afspraak te maken? Als arts bied ik jou als patiënt graag een keuze. Maar merk ik, doordat ik zowel patiëntenzorg als administratie moet doen, daar geen tijd voor heb. Daarnaast wil ik onder de huidige voorwaarden, 60 uur in de week werken en veel administratie, eigenlijk geen praktijkhouder meer worden. Doordat huisartsen nog steeds opereren als kleine kruideniers, willen steeds minder jonge huisartsen praktijkhouder worden. En is gebrek aan ruimte voor innovatie. Hiervoor hebben wij buurtdokters opgericht. Met buurtdokters werken wij samen met jonge huisartsen aan een netwerk van praktijken in een keten. Als netwerk ontzorgen wij praktijken bij praktijkovername en praktijkmanagement. En gezamenlijk met het netwerk ontwikkelen en implementeren we innovaties. Zo zorgen we ervoor dat patiënten meer keuze, meer informatie over behandeling en leefstijl en proactieve zorg ontvangen. En voor jonge huisartsen wordt het huisartsenvak eindelijk weer aantrekkelijk. 8 weken geleden zijn we gestart. En nu al sluiten de eerste jonge huisartsen zich bij ons aan. De komende 5 jaar verwachten wij erg hard te groeien, want 40% van de praktijkhouders gaat met pensioen. Samen met jonge huisartsen willen wij zo de huisartsenzorg moderner en toekomstbestendig maken.